De finale in Delft bij de Meisjes E met de Travoltjes tegen de MP3 Deo Girls. De MP3 Deo Girls in het rood met Leonie Sprenger. Die lange dame achterin. En het is een hele spannende finale waarin weinig gescoord wordt. Het staat nog altijd 0-0 met Leonie Sprenger hier weer aan de bal. Maar ook deze aanval wordt goed gepareerd door de Travoltjes die sterk verdedigen. Maar hier het balverlies en de kans en het doelpunt met links gescoord door Sanne van der Zanden. Sanne van der Zanden zet de MP3 Deo Girls op een 1-0 voorsprong. Mooie finale op de markt in Delft. En nu moeten de Travoltjes natuurlijk komen, want echt lang hebben ze niet meer om nog iets te doen aan die 1-0 achterstand. Veel publiek. Prima omstandigheden en een spannende finale bij de Meisjes E dus. Met de winst uiteindelijk 1-0 voor de MP3 Deo Girls. De finale van de Jongens E met de Nederlec Boys tegen Alphen United. Alphen United in de rode hesjes. De Nederlec Boys dus, u raadt het al, in het blauw. En een van de eerste aanvallen leidt hier meteen tot het doelpunt. Het is Delano Beck die scoort in de korte hoek. En dat is een domper voor de Nederlec Boys. Want Alphen United zet door. Brendel Spork met de voorzet. De bal hier bij Sufiero Guti. Die maakt het fraai af zeg. 2-0 dan voor Alphen United. En het wordt uiteindelijk ook nog 3-0. Delano Beck opnieuw. Prima overwinning bij de Jongens E. Teleurstelling is groot na het laatste fluitsignaal bij de Nederlec Boys. Maar de winst in Delft gaat naar Alphen United.